Hallo, hierbij nemen wij de reflectie op. We zullen eerst zeggen wat goed ging en we zullen daarna zeggen wat er beter ging en wat we de volgende keer beter gaan doen. Ik zal beginnen met mezelf. Wat ik goed aan mezelf vond, is dat ik mijn klant verwelkomde. Ik gaf een goede introductie. Ik wist precies over wat ik zou verkopen aan haar. En ik ging heel goed inspelen op haar vragen. En wat ik beter kan doen is beter luisteren en de klant vaker aan het woord laten. En daar ga ik de volgende keer aan werken. Wat er bij mij goed ging, was dat ik mijn klant verwelkom heette, zoals ze hoort bij zo'n gesprek. Ik vond dat ik goede vragen stelde. En voor de volgende, wat ik beter kon, was de wensen van de klant. In de wensen van de klant beter te kunnen inspelen. En dat zou ik voor de volgende keer bij anderen aanpakken. Dan zou ik de klant meer aan het woord laten, gewoon beter luisteren naar haar wensen, zodat ik mijn product wel kan verkopen. Ik hoop dat wij het hebben gedaan zoals u dat wou. En via de beoordeling natuurlijk. En we hopen op een voldoende. Doei!